Dit is dus de boosdoener. Het Sint-Jacobskruid ziet er onschuldig uit, maar als een paard het eet, dan gaat het mis. Dit is zeer giftig voor de paarden. Paardenfokker Brenda Mastenbroek uit Leusden heeft al 2 doodzieke paarden gehad. Als paarden daarvan eten, dan raken ze uiteindelijk verlamd. Het is een hele nare dood. Ze zijn een jaar onderweg voordat ze doodgaan, zeg maar. Vroeger was het probleem veel kleiner, maar door strengere regels mag de plant niet meer chemisch worden bestreden. Kom maar. Brenda wil dat de overheid ingrijpt. Ik probeer het zelf zoveel mogelijk uit de weilanden te halen en van de berm langs de snelweg. Maar je kan het gewoon zelf niet, dat lukt gewoon niet. Je hebt echt vele handen nodig om daar nog iets aan te doen. De zaadjes van de planten verspreiden zich via de lucht. Volgens paardenfokker Brenda moet het probleem dus landelijk worden aangepakt.